Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u nog een kamer voor mij? Ik heb nog een kamer beschikbaar. Groninger stug? Niet volgens een onderzoek waaruit blijkt dat het Gronings hotelpersoneel het vriendelijkst en bekwaamst van het land is. Uit het onderzoek van een hotelboekingssite is gebleken dat de Groningers met een ruime 8 net boven de collega's uit Den Haag eindigden. Volgens het personeel zijn de Groningers helemaal niet zo stug als men denkt. Ik denk dat het eigenlijk voornamelijk is dat wij toch wel heel spontaan zijn. Ook al zou je dat misschien niet in eerste instantie denken. Meestal wordt gezegd dat Groningers wat terughoudend zijn. Dus de vooroordelen over stugge Groningers zijn niet waar? Nou, ik denk wel dat het zo is dat de mensen die vanuit het westen deze kant op komen, dat die natuurlijk met een bepaalde gedachte hier naartoe gaan. En de gedachte dat Groningen heel erg ver weg is, helemaal in het noorden. En dat wij toch wel een beetje boeren zijn, want ja, dat heb je hier in het noorden dan. En op het moment dat ze hier dan in de stad komen, dan blijkt het enorm mee te vallen. En dan denk ze, jeetje, dat is helemaal niet zo. Wat is hier eigenlijk iedereen toch modern en los en vrolijk en vriendelijk. Haar collega van het NH Hotel is het hier helemaal mee eens. Ik denk juist dat we hier wel heel vriendelijk zijn. Dat dat iets is van ja, mensen uit de provincie, om het even zo te noemen. En dat die over het algemeen wel heel vriendelijk overkomen. En ja, inderdaad, mensen verwachten stugge Groningers. En het blijkt dus dat de Groningers heel vriendelijk zijn. En ja, dan overtref je de verwachtingen en dan ben je altijd goed bezig. En volgend jaar weer vriendelijkste personeel van Nederland worden? Nou, daar gaan we voor. En natuurlijk nog een hogere score. Ja.